Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel. Natuurlijk geheel in het teken van kerst. Ja, klopt helemaal. Maar het grappige is dat wij kerst pas vrij laat hebben ingezet. Tenminste, wij, de katholieken. Het is eigenlijk heel mooi dat het christendom is pas met kerst bezig geweest. En in de vijfde eeuw. Want daarvoor was er eigenlijk nog helemaal niks. Van 0 tot 200 was er al helemaal niks. Toen een Romeinse legerofficier, Africanus, die bedacht, Julius Africanus, die bedacht in één keer, want die was katholiek geworden, zullen we nou maar zien doen aan dat kerstgebeuren. En die heeft op 25 december besloten om het feest van Christus te gaan vieren. In de vijfde eeuw hebben de bisschop het pas goedgekeurd dat het kerstfeest was. En die kerstboom die is er pas veel later ingekomen. Hoe kwam dat nu? De Germanen hadden Joelfeesten van 24 december tot en met 6 januari. En toen hebben dus de katholieken dat maar ingevoegd. En die hebben dus ook dat gebruik van de Germanen overgenomen. Want die haalden uit het bos een boom, een spar of een ben. Maakt daar een kruis onder, zetten op plein en versieren ze met allerlei dingen. En wij hebben dat pas veel later gedaan. En in de 19e eeuw zijn we pas eigenlijk begonnen met de kerstboom binnen te halen. Ja, maar dat ga je straks vertellen, want we gaan zo meteen naar Rob Kapteins. Geen familie van jou? Ja, ooit ver weg misschien wel. Oké. En die doet helemaal in de kerstboom. Ja, we gaan er gauw naartoe, hè? Gaan we daar naartoe, ja. Oké. Het sprong in de tijd. Ja, want we hebben geschiedenis verteld van de kerstbomen. Ja. Het midden van de 19e eeuw is pas voor het eerst de kerstboom in Nederlandse huizen terechtgekomen. Ja. En in eerste instantie nog bij de protestanten, in de kerken en zeg maar in de zondagsscholen. En later pas in de huizen. Niet bij de katholieken? En die pas veel later, ja. Oké. Okay. Veel later, ja. Ja. Dus vandaar. Maar goed, in ieder geval, we staan hier. Hey. De kerstboom. Oh nee, dat is Rob. Dat is Rob. Rob Kapteins, geen familie van jou, hè? Nou ja, misschien ooit, hè. 1600. Ze hebben ooit allemaal begonnen met een bos. Maar, dan moeten jullie straks, als we helemaal klaar zijn... Met de koffie. Maar Rob is hartstikke druk bezig. Kun je er even bij komen, Rob? Natuurlijk. Kijk. Ja, ik ben nog druk aan het rooien natuurlijk. Ja. Jij hebt dit nou in 10 seconden, haal jij er zo eentje uit. Ja, inderdaad. Dat gaat zo snel. Ervaring, wat dat betreft, ik doe het bijna 20 jaar dit. En... wat dat betreft, een boompje dat gaat er redelijk snel uit. Ja. Zorg dat je goed materiaal hebt. En dan... Is het half werk? Ja, is het half werk, zeggen ze wel eens. Maar jij zei, ik doe dit nou 20 jaar voor de hobby, voor je werk? Voor... Ja, ik heb gewoon een normale baan wat dat betreft, 5 dagen in de week. En het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. In 98 ben ik begonnen, samen met mijn vader, die is inmiddels overleden. Mm-hmm. En ik ben in ieder geval verder gegaan. En hier staan vele bomen. Ja. Die ik ieder jaar verkoop. We hebben veel soorten bomen, hè? Handel en particulier, ja, inderdaad. Kunnen we even rondje maken? Wat is dit voor eentje? Eerst even kijken wat dit is. Dit is een Picea omorica, ofwel de Servische blauwspar. Okay. Kenmerk is als je de takjes naar boven haalt, dat ze eigenlijk een klein beetje blauw, grijs, groen zijn. Ja. Oh, dit is overigens de meest verkochte boom hier die wij verkopen. Waarom? Nou, het is op zich een hele fijne boom. Ja. Als hij genoeg water krijgt, dan vallen de takjes bijna niet uit. Moet hij wel voldoende water krijgen. Ja, ja. Maar het is inderdaad ook de kleur. Ja, oh, mooi, ja. Groen. En dan hier is hij zilvergroen als het ware. Ja, het is een prachtige boom. Maar goed gevuld. We zouden een rondje gaan lopen, hè? Ik ben benieuwd, want we hebben net al zo rondgekeken en er staat hier zoveel. Dus ja, inderdaad. Nou, dan kom maar eens mee. Ja? Dan zullen we even hier, ik zal eens wat Nordmannen laten zien. Ja, daar hebben ze even... Oh, dat is de A-categorie toch? De Nordman, dat is een kerstboom. De Nordman is een kerstboom. Weer een ander soort kerstboom als we net gezien hebben. De Picea omorica was dat. Dit is inderdaad de Nordman. Dat is een hele naaldvaste boom. Ja. Het is wel een hele trage groeier. En doordat hij heel traag groeit, is hij vaak in prijs wat hoger. Okay. Deze boompjes die we hier allemaal zien, die zijn nu in totaal 10 jaar oud. 10 jaar oud? 10 jaar oud? 10 jaar oud, ja. Maar is deze al klaar voor verkoop? Klaar voor verkoop, feitelijk wel. Alleen hij staat nu heel mooi vrij. Die zal er waarschijnlijk volgend jaar uitgaan. Ja. Ja. Ik koop ze in, dan is het 4-jarig plantgoed. Ik heb een speciale kweker, dan ga ik de boompjes halen. Dat doe ik allemaal met een schop, een gaatje graven, gaat een kerstboompje in, stamp ik aan. En na 6 jaar is je dus dit.
Ja, ja. Maar jij zegt volgend jaar dan misschien voor de mensen, maar als hij zo langzaam groeit, dat is hij volgend jaar zo. Nee, volgend jaar, er komt nou het... In het begin groeit hij vrij traag. Het eerste jaar als hij hier staat, komt er misschien 10 centimeter bij. Vooral het zesde en zevende levensjaar schiet hij in één keer omhoog. Oh, okay. Deze die zal volgend jaar ongeveer hier zitten. Ja, echt? Okay. Ja. En als het dus zo is dat dadelijk de piek in de zomer van 2018... Iets te hoog wordt, ja, dus dat hij vrij weinig takjes hier heeft, dan haal ik het topje eruit, ja, en dan gaat hij iets meer zetten. Ja, precies, dan wordt hij wat breder. Dan gaat hij inderdaad breder worden, inderdaad. Maar je koopt al een plantgoed van een paar jaar oud? Ja, inderdaad. Alle planten die ik heb Picea glauca, ik heb Fraseri, ik heb Nordman en ik heb Picea morica, die ik net gerooid heb. Ja, ja. Dat haal ik bij een speciale kweker en het is allemaal vierjarig plant. Hoe oud groot is die dan, die vier is? Ja, inderdaad. Ja. Die is ongeveer 35 centimeter is die, ongeveer. Hey, en ik heb begrepen dat Carlijn, die wil graag een keer een bumpje rooien. Kan ze dat bij jou doen? Nou, ik kan het wat dat betreft, ik kan het één keer voordoen. En ik heb handschoentjes bij, je kan hem dadelijk met handschoenen pakken, je kan hem zonder handschoenen, maar... Ja. De techniek ga ik je dadelijk even leren. Nou, ik lijkt ben me een heel prachtig benieuwd idee, toch? Ja, prima. Let's prima. Go. Oké, let's go. Mee. Nou, daar gaan we dan. Rooien. Nou. Of jij. Nou, ik zal het even laten zien. Ja. Voordat de boom gerooid wordt. Ik zorg in ieder geval voor dat alle takjes niet beschadigd worden. Speciale techniek doe ik dat. En dan met een vlijmscherpe schop. Ja? Dat is hij. En daar hebben we hem. Nou. Oké. Okay. Klaar voor de verkoop, deze. Ja. Ja, jeetje. Maar is hij nog, zeg maar, kun je hem opnieuw nog terugplanten? Want hij gaat zo grof geweld. Dat ligt aan de consument, wat hij zelf wil. Oké. Okay. Het is wel zo, een grotere boom terugplanten is wat moeilijker dan een klein boompje. Ja. Nou, zag er hartstikke makkelijk uit. Ja, nou, ik zou zeggen, doe het zelf ook. Pak de desbetreffende boom die er langs staat. Een steenpapier schaal of zal ik het maar doen? Doe jij het maar. Succes. Ja. Dankjewel. Laten we dan beginnen. Nou, dit kan ik wel, lomp. Tegen aanhang. Maar ik had al even zo rond zitten kijken en ik vind deze eigenlijk mooi, hè? Ja. Maar dan nog, is het natuurlijk... Zorg dat de takjes niet gebroken worden. Nou. Hier, kijk maar eens, Frans. Nou. Ja, ik zie het erop. Ik zal hem vasthouden. Nou, haal jij hem maar uit voor op de redactie. Huppatee. Zit u net er nog niet aan deze kant? Meen je niet. De fenwortel is een soort aorta. En als die wortel doorgaat, dan is het eigenlijk gedaan met boompje. Nog even een zetje. Ja, nou, zo. Kun je nagaan als wij zo'n grote hadden moeten doen? Ik ben blij dat wij bij Boksel natuurlijk alleen behoeven te filmen. Oh, niet normaal. Wij staan nu hier vlak voor de kerst, dus voor jullie is het nu piekseizoen, hè? Hartstikke druk. Piekseizoen. Ja, geweest eigenlijk geweest. Want jij vertelde net, wij doen dat met 4 mensen per dag, als het echt op zijn drukst is. Per dag niet. De verkoop, het zijn een paar pieken wat dat betreft. Ja. Vooral een zaterdag net na Sinterklaas, dat is vaak een piek. Nou, dan zijn we hier echt met ongeveer 5 mensen. Dus en dat hele proces loopt dan zeg maar tot kerst, hè? Ja, inderdaad. En hoeveel bomen hebben we het dan over die verkocht zijn? Heel veel. Heel veel. Was het heel veel? 100? Ja, honderden. Honderden. Oh, echt honderden mensen die de boom komen halen. Okay. Wat dat betreft loopt dat heel erg goed en het wordt ieder jaar meer. Ja. Ja. Maar dan is het dadelijk het kerstdiner is geweest en iedereen is kerst vergeten. Is het dan van 1 januari tot eind november voor jou achteroverleunen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Als we dadelijk in het nieuwe jaar zitten, dan heb ik een bepaald vak helemaal leeg verkocht. Hè, dus waar alle handelaren en de particulieren in ieder geval een boom uitgehaald hebben. Dat vak, dat wordt door een bepaalde loonwerker hier in de regio met een snelspitter, wordt heel het land omgewerkt als het ware. Dan ligt het als een soort biljartlaag helemaal klaar. Ja. En dan ga ik dus, wat ik net uitlegde, de kerstboompjes planten. En dat boompje wordt dus zeg maar in de maand februari, maart geplant. Als dat gebeurd is, dan is het voor mij heel belangrijk om gedurende heel het jaar de kerstboompjes in ieder geval vrij te houden van onkruid. Dat doen we meestal met een bosmaaier. Ik doe zo min mogelijk chemische bestrijdingen. Het is echt dat wij dus met een bosmaaier zoveel mogelijk onkruid weghouden. Ja. En dat dus ook zorgen
dat als we een kerstboompje hebben met twee pieken, dat je dus één piek weghaalt. Ja, dat is in ieder geval heel belangrijk. Okay. Een kerstboom moet één piek hebben. Precies. En ook heel belangrijk is dat we dus die conische vorm in ieder geval altijd terug laten komen. Dus is het noodzakelijk dat er gesnoeid moet worden, dan zal ik hem altijd keurig in een soort van piramide snoeien. Je bent eigenlijk gewoon het hele jaar in kerstsferen. Tenminste, het hele jaar ben je bezig met het inderdaad. En dan is het eigenlijk zo dat net na de zomervakantie, vaak begint dat al in augustus, dan komen de eerste handelaren. Die hangt alle lintjes alvast in de bomen die hij gaat reserveren. En die worden dan eigenlijk rond 25 november gerooid. Zo. Moet je eens kijken. Ja, tijd, hè. Want dat vond ik wel heel leuk, want dat vertelde jij net toen de camera uit was over die lintjes. Dat mensen echt hun boom kunnen reserveren. Ja, heel want veel. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, heel veel mensen die weten van mijn uit de hand gelopen hobby. En als die eventjes melden, dan mogen ze in ieder geval een lintje hangen aan de boom die ze graag willen hebben. Dat blijft hun boom. En dan al komen ze op 6 december of op 20 december, die boom die staat klaar voor hun. En die nemen ze dan ook mee. Leuk. Ja, er wordt heel veel gedaan. Zullen we nog eens een rondje lopen langs al die mooie bomen? Gaan we doen. Ja, die kant op. Oké, kom maar eens mee. En Rob, dan staan die boompjes hier. Hè. Na 4 jaar krijg je ze hier van de kweker. Hoe haalt hij ze uit de grond? Hij heeft een bepaald schutmachine en dat gaat allemaal machinaal. Er staan er ontzettend veel op een hectare. En dan maakt hij, als ze dus los zijn, dan heb je flink een wortelstelsel en een boompje van ongeveer 35 centimeter. Ja, ja. Dan maakt hij bosjes van 25 en ik koop ze dus in per bos van 25. 25. En dan heb jij de grond hier ondertussen kaal liggen als een biljartlaken. En dan ga je ze, hoe ga je ze hier erin zetten dan? Dan is het eigenlijk met een soort van meetlint om de meter wordt met een eigen schop een gaatje gegraven. Wordt het boompje ingezet, wordt goed aangestampt, dat in ieder geval dat de worteltjes goed vastzitten. Ja. En dan kan hij aan het groeien. En je hebt de kunstmatten hier liggen, zou ik bij. Ja, doe inderdaad. Je dat om de bescherming van de onkruiden waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Om het onkruid tegen te gaan, is dat op zich makkelijk. Dan heb ik er iets minder werk aan gedurende heel het jaar. Hey, en sparren die groeien snel omhoog. Hè? Dat weet ik ook uit ervaring ook in ons bosgebied. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Ja. Hoe hou je zo'n boompje dan klein? Hè? Dat er mooi de vormen in blijft. Nou, het is heel belangrijk. De eerste 2 jaar dan hoef ik aan de piek nog vrij weinig handelingen te verrichten. Het is zo, als hij dus voor 3e en 4e levensjaar hier staat, dan doe ik vaak, ik zal het eventjes voordoen, als je dan het piekje hebt, dan geef ik hem een heel klein kwarslagje. Ah, dat doe ik zo. En dat is eigenlijk om de sapstroom dus eigenlijk te gaan remmen. Ja. Dan zie je dus dat hij dus niet meer doorgroeit, precies. Maar dus dat hij wat voller wordt in zijn takken. Ja. Leuk joh. Ja. Nou, midden tussen de kerstbomen en één slanke den nemen wij afscheid van jullie kijkers. Tot een volgende keer, zou ik zeggen. Ja, en dan gaan wij nu met het lintje, want er kan hier boom uitzoeken voor de volgende kerst. Oh, wat leuk. Kunnen we hem vast reserveren? Ja, dan gaan we het reserveren. Oh, dat mag hier, hè? Ja, dat mag hier. Nou, daar gaan we dan rooien. Nou. Of jij.